Hey, welkom bij een nieuwe video van Rollercoasters. Vandaag zijn we in Drenthe en we zijn maar eens een keertje weer hier in Dromende Zand. En Dromende ben ik al heel vaak geweest in mijn leven al. Ik ben hier al zo vaak geweest dat ik het toon niet bij kan houden. Maar nog nooit video van gemaakt, dus dat ga ik nu bij deze doen. Dromende Zand geopend in 1956 en is begonnen als een theeschenkhuisje. En dus alle parken een beetje begonnen zijn. En met een speeltuin erbij en toen uitgeroepen naar een pretpark. En in 1994 kocht de familie van de Linden dit park over. En die hebben in 2002 hier een all-inclusive park van gemaakt. Zoals de dag van vandaag nog steeds is. Dat is de allereerste all-inclusive park van Nederland. Tegenwoordig heb je ook de Waalbeek en nog een paar parken meer die het hebben. En na ruim 30 jaar, van de Linden eigenaar is geweest van Dromende Zand. Zeggen ze vanaf 1 januari 2022 gedag naar het park. En neemt de familie Moespot het over. Natuurlijk de eigenaar van de Waalbeek. En die neemt het over en ik ben hier al nu even een klein jaartje niet meer geweest. Dus wil ik gewoon weer tijd om een keer te bezoeken. Ze hebben namelijk nu in 2024 een nieuwe attractie. Die moet ik natuurlijk even uittesten. En dat is namelijk de Drifter. Die hebben we vaak gedaan. Ik kom straks op terug. Dus neem jullie even mee hier. Vandaag op Dromende Zand. Zo, we zijn binnen. Nou, het is natuurlijk extreem rustig vandaag. Dus we kunnen alles ruimschoots doen. Het is ook niet dat ik hier heel lang blijf of zo. Het is gewoon even een rondje maken. Eventjes een keer weer. Laatst kijk, Jasper is mijn Halloween namelijk. Dus dan is het een stukje drukker hier. Maar vandaag is het echt geen mensen in het park. Ja, ik ben hier vroeger dus heel vaak geweest als kleine jongen. Het was altijd Owen Cruise, dat was ideaal natuurlijk. Afgelopen jaar natuurlijk wel een aantal attracties verdwenen hier. Niet heel veel, maar een aantal. Het is echt best wel te vergelijken met de Waalbeek. Alleen, het is eigenlijk iets meer voor grotere kinderen. We lopen nu natuurlijk ook naartoe. Een freak-out onder andere. Oude KMG-spul. Een breakdance. En natuurlijk de nieuwe attractie. En deze attractie hebben we natuurlijk al vaak gedaan driften. Andere in Eifelpark en in Wild und Freizeitpark Klotten. En dit is het eerste Nederlandse exemplaar, dus ik ben zeer benieuwd hoe deze gaat zijn. Of deze net zo leuk is als die in Duitsland. Omdat deze iets extremer qua regeltjes is. We gaan gewoon meemaken, de Drifter. Heb een vertraging opgelopen, zo officieel in 2023 opengaan. Alleen dat is nu helaas 2024 geworden. En ik vind het echt een hele leuke investering van het park. En ik zie nu al dat het zo anders is, want je hebt hier namelijk grotere wielen op zitten. Die in Duitsland hebben iets kleinere wieltjes, daar kun je iets meer mee slippen. Dus gaan we gewoon een rondje maken en dan gaan we gelijk hier achteraan de rest van de attracties doen. Verder ter statistieken, gebouwd in 2024 dus, door Hegen we gaan gewoon eens instappen in de driften. Zo, daar gaan we. Het eerste rondje op de driften hier in Dromende Zand. Ik ben heel benieuwd. Maar echt veel grotere banden dan in Duitsland. Dus we gaan het meemaken. Ik merk wel dat grote banden een beetje invloed hebben op de snelheid. En het rijdt minder hard in Duitsland. Maar ja, natuurlijk de richtjes in Nederland zijn een stuk strenger dan in Duitsland. Dus dat is natuurlijk wel de reden. Maar nog steeds een hartstikke leuke attractie te doen. Daar gaan we weer. Oh, best wel een lange ronde moet ik zeggen wel. Van wie is die tegen? Nu ruim 2 minuten. Was hem weer. Echt een leuke toevoeging van Dromende Zand. En ook heel leuk om een nieuwe attractie te zien in Dromende Zand. Dat zijn altijd tweedehands attracties. Natuurlijk wel de kwaliteit van het park natuurlijk te waarborgen. Dus tof deze attractie. Gewoon naar de volgende. Zo, en dan rondje de breakdance. En dat maakt Dromende Zand echt totaal anders dan de Waalbeek. Dus echt met veel thrill rides. Dit is een tijdje niet gedaan trouwens. Weet je hoe deze breakdance precies ging? Een jaar of 4-5 terug. Een prima husritje, niet heel extreem, maar gewoon prima. Wat mis ik al een beetje bij deze is gewoon muziek. Dat is wel jammer. Ja, ik al zei, ik mis wel een beetje muziek bij deze breakdance. Maak er een beetje muzikaal iets van dan, alleen een parkmuziek wat er is. Dan ga ik door naar de volgende attractie, de KMG Freakout. Daar gaan we gewoon even naartoe.
eerste freak-out. Ja, niet hele bijzondere rit. Oude KMG-zaak, maar gewoon prima voor een attractiepark. En ja, natuurlijk alle standjes iets minder gezet dan op de kermissen. De kermissen gaat veel harder allemaal. Maar dat maakt het pret niet drukker. Het is natuurlijk een toffe attractie. Op naar het landhuis De Linden. Van een paar jaar terug helemaal gerenoveerd. En ik hoor dat ook dit jaar weer een paar dingen zijn veranderd. Dus we gaan gewoon even kijken. In Spokers aan het park. Dat is Huis van de Linden, inderdaad een paar nieuwe effectjes toegevoegd inderdaad. Alleen, ik heb ook hier een paar effecten die werkten naar mijn mening. Een non onder andere direct volgens mij niet. Ik weet niet precies hoor, ik kan zeggen dat het geen animatronics zijn. Maar ja, voor een park is dit natuurlijk hartstikke leuk huis gedaan. Maar wat natuurlijk er ook zo'n pakket op staat is om het eten en drinken. Dus ik ga nu eerst dat even doen. En dan gaan we gewoon door naar de volgende attractie daarna. Nou, verder attractie, nog een oldtimerbaan, een carousel nog. Die sla ik allemaal even over allemaal. De kleine theekopjes. Een mini reuzenrad. Nog een zieren Contiki nog. En natuurlijk één achtbaan en dat is The Jungle. Gebouwd in 2005 door EOS Rides. Althans gebouwd in 2005 door EOS Rides hier in het park. Daarvoor was het een kermisachtbaan die over de kermis reisde. Ja, deze baan die spint helaas niet meer, al een paar jaar niet meer. Ja, het is gewoon een veroudere achtbaan. Dat ga ik wel merken zo in de onride. Er gaan geruchten, in ieder geval is aangekondigd een beetje dat deze achtbaan gaat verdwijnen. Wanneer precies? Geen idee. Er gaat een keer verdwijnen, er komt een nieuwe achtbaan in de plaats. En waarschijnlijk in 2025 misschien wel, of 2026, wie weet. We gaan het meemaken wanneer de nieuwe eigenaar hier begint. Dus ik ben benieuwd wat er gaat komen. Alleen ja, het is natuurlijk echt een oudere achtbaan, maar wel een bijzondere achtbaan. EOS Rides, je hoort het niet vaak. Ik heb er een paar gedaan nu in mijn leven. Er staat er eentje in meegespeeld, staat in België staat er eentje, een kleine model. Er staat er eentje, een nieuwe variant nog, ergens in Frankrijk nog heb ik een keer gedaan. Maar hij is vrij zeldzaam, je ziet ze niet vaak. EOS Rides überhaupt niet. Dus we gaan nog gewoon eventjes doen. Een tijdje geleden ik het gedaan heb, we gaan gewoon stappen in de jungle. En dan, ja, dan gaan we. Een rondje park al gehad bijna. Hier hebben we nog botsauto's nog. Zo gaan we nog een rondje maken in XL8. Ook hier een treintje nog. Je kan goed rennen van vroeger nog. Vroeger ging je langs allemaal sprookjes hier volgens mij nog. Of andere dingen. Maar voor die kan op gaan, ga je eens even drinken. En dat kun je hier doen, alleen is ook een paar dingen veranderd. Want vroeger was dit het enige park in Nederland waar je onbeperkt gratis softijs kon krijgen. Dat is helaas niet meer. Daar kwam ik altijd voor eigenlijk. Tegen alleen maar waterijs nog. En banja en koffie en natuurlijk patat en andere snacks. Dan komen we straks terug. Waterijsjes. Ranja natuurlijk. En koffie. Dus voor we naar de volgende attractie gaan, gaan we even ranja drinken. Dat kan helemaal. Ideaal onbeperkt, dus dat gaan we zeker even doen. Nou, we instappen in XL8, even wachten tot degene van de trein terug is, dan gaan we hier gewoon instappen. De andere trailride van het park, en er is nog een trailride in het park, maar die is naast vandaag buiten werking, of ze niet zo erg. Dat is een parajump. Geen idee wat er met aan de hand is. Maar het is natuurlijk wel echt een hele veroudere zaak, ook van KMG. Ja, geen idee wat er met aan de hand is, jammer. Maar je mist niet zo vaak, ik ga gewoon hier weer en een beetje over de kop heen, niet zo bijzonder. Vind je nog een zweefmolentje en nog een piratenboot nog. Dus we gaan gewoon instappen in een XL8.
Ja, ik zal nog de laatste attractie even laten zien, nog de dierenmolen. Die wil ik kennen van Plopsen op de Pannen en zo. Een domme molentje nog. En dan waren we weer bijna alle attracties. We gaan weer binnen naar het eten-attractement. En we gaan even naar de ezelbaan op binnen. En dan hebben we alles gehad hier in het Dromende Zand. Ja, en na een paar rondjes driften en een paar rondjes freakout en andere zaken zit het weer op namelijk. Dat is een klein bezoekje in het Dromende Zand. Dan kom je nog wel vaker de komende tijd. En dan ga ik alleen niet filmen. Maar ik ben Halloween dat ik nog filmpje maak nog. Halloween is best wel leuk in dit park wel. 2 jaar geleden voor het eerst bezocht. Hekshuisje en nog een andere zaken allemaal. Best leuk gedaan. En ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren allemaal in 2025. Met de overname straks. Ik hoop natuurlijk een nieuwe achtbaan, want deze achtbaan is wel echt gedateerd en gewoon echt op. Gewoon. Die is gewoon echt overleden. Gewoon. Het is gewoon echt, ja. Gewoon misschien wel een slechte attractie van het park wel ook wel. En jammer natuurlijk niet meer draait en zo. Verder, het park ziet er echt gewoon prima uit nu. Ziet er netjes verzorgd uit. Niks niet over te klagen. Die drift een hele leuke nieuwe toevoeging voor het park. Echt leuk om een keer een nieuwe attractie te zien in plaats van een tweedehands attractie in Dromende Zand. En ook qua souveniertjes. Leuke Dromende Zand pin, ik nog niet van Danny. Danny de Boom, de mascotte van het park. Een leuke pin voor de verzameling weer. Maar €3,50 is echt geen geld. Ja, vond je een leuke video? Like en abonneer deze video eventjes. En een belletje aan. Dan mis je nooit een video van de rollercoasters. Vanuit de Dromende Zand hier in Drenthe zeg ik tot de volgende video. En houd het kanaal in de gaten. Er komen nog veel meer leuke video's aan. En ik zal ook gaan kijken om de komende tijd meer video's te maken van de Nederlandse parken. Maar dat doe ik te weinig. Altijd wel verre landen ga ik allemaal heen. Ook in Duitsland en zo allemaal. Maar echt, de standaard parken in Nederland heb ik bijna niet gefilmd. Dus daar ga ik nu ook een beetje mee bezig nog. Dus er komen ook zeker wat Nederlandse vlogs aan. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video.